Ja, inderdaad. De maker van de 1-0. Maar uiteindelijk koop je er helemaal niks voor, hè? Nee, eigenlijk niet. Nee, het is gewoon balen dat je verliest eigenlijk vandaag, ja. Ja, hoe onnodig is het? Heel onnodig eigenlijk, ja. Ja. Het is natuurlijk, je hebt die rode kaart. En dan weet je dat de tweede helft heel lastig gaat worden. En ik denk als wij gewoon met 11 spelers op het veld hadden gestaan, hadden we denk ik gewoon wel nog beter kunnen voetballen. Ja, gebeuren een hoop dingen met Heracles in die eerste helft. Jij begint al gelijk over die rode kaart. Dat gebeurt vlak voor rust. Hoe zitten jullie er dan bij in die kleedkamer? Ja, gewoon probeer ons kopje omhoog te houden en gewoon iedereen te stimuleren om gewoon door te gaan. En dat proberen we ook gewoon. Ja, jij komt dan niet meer terug in de rust. Is dat uit voorzorg? Is dat tactisch? Ja, ik voelde wat aan mijn hamstring, dus uit voorzorg ben ik gewoon uitgegaan, ja. Ja, dat was een aderlating voor Heracles, want de eerste helft speelde je vrij aardig. Ja, dat, ik hoor het steeds vaker en ik denk dat het nog wel beter komt. En natuurlijk is het balen om eruit te gaan. Alleen ja, als er daarna echt iets knapt in je hamstring en je bent er langer uit, ja, dat is ook natuurlijk niet fijn. Nee, dan ben je verder van huis inderdaad. Maar je maakt die 1-0. Heb je hem al teruggezien eigenlijk? Nee, nog niet. Nee, 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 want het was wel een mooie goal, toch? Die inworp, trainen jullie daarop? Nee, nee, ik weet niet. We hebben er nog niet op getraind, nee. Oké, maar je komt daardoor wel vrij omdat Vloed hem doorspeelt. En, ja. Ja, ik denk dat ik het 1-1 natuurlijk. En ik zag het gaatje. En verre hoek eigenlijk. Ja, vorige week maakte je een kopbal en toen zei je dat is een stiftje met het hoofd. Hoe zou je dit omschrijven? Ja, dit is gewoon het gaatje vinden en dan de verre hoek opzoeken. En proberen een goal te maken en dat is gelukt. Ja, dan ga je in de rust eruit. Jullie staan dan nog voor, spelen wel met 10 man. Dan zit je op de tribune en dan zie je die wedstrijd zo verlopen. Ja, hoe onderga je dat? Ja, nagels bijten natuurlijk. Natuurlijk, het is 1-1, nummer 2-1. Nou, dan scoor je gelukkig nog uit een penalty de 2-2. En dan zijn die laatste minuten zijn natuurlijk echt belangrijk, want je wil natuurlijk wel een punt meenemen. En dan geef je het zo weg op het laatst. En dat is echt bizar voor woorden eigenlijk. Onnodig. Ja, zeker. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft.